Naast de samengestelde zin met twee hoofdzinnen heb je ook een zin met een hoofdzin en een bijzin. Wat is een bijzin? Wanneer krijg je een bijzin? Waar staan de zinsdelen in de bijzin? Al deze vragen worden beantwoord in deze les. Deze les gaat over een samengestelde zin die bestaat uit een hoofdzin en een bijzin. Een bijzin wordt nooit alleen gebruikt. Er staat altijd een hoofdzin bij. Ik doe een jas aan omdat het straks gaat regenen. Door de hoofdzin weet je wat er gebeurt omdat het straks gaat regenen. Een bijzin kan wel alleen staan als het het antwoord is op een vraag. Waarom ga je nu al weg? Omdat ik nog moet studeren. Met alleen een bijzin weet je niet precies wat er bedoeld wordt. Omdat het straks gaat regenen. Wat is er dan, omdat het straks gaat regenen? Als je te laat komt. Wat gebeurt er dan als je te laat komt? Voordat het tijd is. Wat moet je dan voordat het tijd is? Je weet dus eigenlijk niets zonder dat er een hoofdzin bij staat. Voordat het tijd is, moet je dit nog even afmaken. Nu weet je het wel. Je krijgt een bijzin na de voegwoorden omdat, als, of. Als je niet hoeft te kiezen, dat, om, enzovoort. Helen koopt nu een witte trui, omdat ze al een zwarte trui heeft gekocht. Omdat is het voegwoord. Na omdat komt de reden waarom je de actie in de hoofdzin uitvoert. De kinderen mogen naar de film. Als hij niet te laat is afgelopen. In deze zin is als het voegwoord. En na als komt een voorwaarde. Ik weet niet zeker of hij nog zal komen. Hier is of het voegwoord en er wordt geen keuze gemaakt. Je kunt niet kiezen. Of wordt gebruikt bij zinnen als ik weet niet of, ik vraag me af of. Enzovoort. Ze heeft gisteren van haar docent gehoord dat ze voor haar examen is geslaagd. Dat is het voegwoord in deze zin. Alle voegwoorden die eindigen op dat krijgen een bijzin achter zich. Na dat komt vaak extra informatie. Een mes gebruik je bijvoorbeeld om boter op je brood te smeren. Hier is om het voegwoord. En na om gebeurt er iets bijzonders. Namelijk, na om komt een infinitief waar je te voor zet. Ik gebruik de computer vaak om woordjes te leren. Andere voegwoorden zijn aangezien. Hij komt niet aangezien hij geen tijd heeft. Het voegwoord in deze zin is aangezien. Na aangezien volgt de reden, het waarom, van de eerste zin. Hij komt niet, waarom niet? Hij heeft geen tijd. Alsof. Zij doet net alsof ze de directrice is. Na alsof komt een vergelijking. Ze doet alsof ze de directrice is, maar ze is de directrice niet. Daar. Jan komt niet daar hij een afspraak heeft. Achter daar komt weer een reden. Jan komt niet. Waarom niet?
Hij heeft een afspraak. Hoewel Marjan is toch gaan werken, hoewel ze ziek is. Achter hoewel komt een tegenstelling. Iets dat je niet zou verwachten na de hoofdzin. Indien. U kunt aan de cursus meedoen indien u op tijd het cursusgeld betaalt. Na indien komt weer een voorwaarde. Je kunt meedoen aan de cursus, maar dan moet je het cursusgeld op tijd betalen. Doe je dat niet, dan kun je niet meedoen. Nu. Hij wil zich inschrijven nu het te laat is. In deze zin is nu het voegwoord. Nu geeft aan op het moment dat. Kan hij zich nog inschrijven? Nee, want het is te laat. Ofschoon. Arjan wil een jas kopen, ofschoon de oude nog goed is. De bijzin na ofschoon doet verwachten dat je geen nieuwe koopt. Maar dat wordt toch gedaan. Ofschoon heeft dezelfde betekenis als hoewel. Sinds. Zij werkt niet meer sinds ze moeder is geworden. Sinds betekent vanaf het moment dat. Terwijl. De telefoon ging terwijl ik onder de douche stond. Bij terwijl gebeuren beide acties tegelijk. Of de actie in de hoofdzin onderbreekt de actie in de bijzin. Volgens de bijzin stond ik onder de douche. En dat wordt onderbroken door het rinkelen van de telefoon. Toen. Hij lag te slapen toen ze het pakket bezorgde. Toen betekent ook op het moment dat. En na toen staat de persoonsvorm in de verleden tijd. Hier wordt het slapen in de hoofdzin onderbroken door het bezorgen van het pakket. Er zijn veel voegwoorden die eindigen op dat. Al deze voegwoorden krijgen een bijzin. Bijvoorbeeld voordat, nadat, zodat, doordat, omdat. In de hoofdzin staan alle woorden op dezelfde plek als in een zin met één persoonsvorm, de enkelvoudige zin. Ik heb vanmorgen op mijn werk gehoord dat we in het nieuwe jaar meer geld krijgen. De hoofdzin is: ik heb vanmorgen op mijn werk gehoord. Het onderwerp is het eerste zinsdeel. Ik. De persoonsvorm is het tweede zinsdeel. Heb. De tijd vanmorgen is het derde zinsdeel. En op mijn werk is het antwoord op waar. Dat is dus de plaats. En dat komt na de tijd. En op de laatste plaats staat het voltooid deelwoord. Het tweede werkwoord. Dat is net als in de zin met één persoonsvorm. In de bijzin is het onderwerp het eerste zinsdeel. Ik was niet verrast toen hij gisteren het nieuws vertelde. Het voegwoord staat tussen de zinnen en het telt niet mee in de zinsdelen. Direct achter het voegwoord toen staat hij het onderwerp van de bijzin. Wie vertelde? Hij. In de bijzin staan alle werkwoorden, dus ook de persoonsvorm
aan het eind van de zin. John wil eerst op vakantie gaan, nu hij zijn diploma heeft. De bijzin staat achter het voegwoord nu. Er staat maar één werkwoord in de zin. Dat is dus de persoonsvorm. En dat staat aan het eind van de zin. Staat er een tweede werkwoord in de zin, zet dan de persoonsvorm voor het tweede werkwoord, want dat is altijd goed. John heeft net gehoord dat hij morgen moet overwerken. Bij het voltooid deelwoord mag de persoonsvorm altijd achteraan staan, maar bij de infinitief niet altijd. Dat hij morgen overwerken moet, zal je niet gauw horen of lezen. De andere zinsdelen staan op dezelfde plek als in een hoofdzin. Henk is gisteren gebeld of hij over een week zijn nieuwe auto bij de dealer kan ophalen. De bijzin is: hij over een week zijn nieuwe auto bij de dealer kan ophalen. Het onderwerp, hij, staat direct na het voegwoord of. De werkwoorden staan achteraan in de zin kan ophalen. Omdat de persoonsvorm achteraan staat, komt direct na het onderwerp de tijd. Over een week, gevolgd door het direct object. Wat kan hij ophalen? Zijn nieuwe auto. Waar kan hij ophalen? Bij de dealer. Dat is de plaats. En die staat na het direct object, net als in de hoofdzin. Om van een hoofdzin een bijzin te maken, haal je de persoonsvorm weg en zet je hem aan het einde van de zin, eventueel voor het tweede werkwoord. Hoofdzin: Piet komt vandaag niet naar school. De persoonsvorm staat netjes op de tweede plaats. Hoofdzin en bijzin: ik weet dat, hier begint de bijzin, Piet vandaag niet naar school komt. Je ziet dat de persoonsvorm komt nu aan het eind van de zin staat en alle andere woorden staan precies op dezelfde plaats als alleen een hoofdzin. Hoofdzin: hij is voor zijn examen geslaagd. De persoonsvorm staat op de tweede plaats. Hoofdzin plus bijzin: ik weet niet of hij voor zijn examen is geslaagd. De persoonsvorm staat aan het eind van de zin voor het voltooid deelwoord. De persoonsvorm mag vaak ook na het voltooid deelwoord komen. Ik weet niet of hij voor zijn examen geslaagd is. Maar is het tweede werkwoord een infinitief, is het beter om de persoonsvorm ervoor te zetten. Dat is altijd goed. Bij het voegwoord om verandert de persoonsvorm in een infinitief waar je te voor zet. De hoofdzin is: je smeert brood met een mes. Smeert is de persoonsvorm en staat op de tweede plaats. Hoofdzin en bijzin: je gebruikt een mes om brood te smeren. Na om wordt smeert smeren en verhuist naar het eind van de zin. En voor smeren staat het voorzetsel te.
De hoofdzin is, je betaalt met een pinpas. Betaalt is de persoonsvorm en is het tweede zinsdeel. Hoofdzin en bijzin, je gebruikt een pinpas om te betalen. Na om verandert betaalt in betalen en verhuist naar het eind van de zin. En je zet er weer het voorzetsel te voor. En ook voor de hoofd- en bijzin is er weer een controle-instrument. Is in de hoofdzin het onderwerp het eerste of derde zinsdeel? Is de persoonsvorm van de hoofdzin het tweede zinsdeel? Staan de andere zinsdelen op dezelfde plek als in de zin met één persoonsvorm? Staat tussen de twee zinnen een voegwoord, anders dan maar en want dus? Is in de bijzin het onderwerp het eerste zinsdeel? Staan alle werkwoorden aan het eind van de bijzin? Staat de persoonsvorm voor het tweede werkwoord in de bijzin? Staan alle andere zinsdelen op dezelfde plek als in een zin met één persoonsvorm? Komt na om het voorzetsel te voor de infinitief? Op deze dia staan de vragen nog een keer en we gaan die weer in de praktijk brengen. Ik heb net gehoord dat vandaag Piet niet naar school komt. We kijken eerst naar de hoofdzin. Ik heb net gehoord. Is het onderwerp het eerste of het derde zinsdeel? Het onderwerp is ik en is het eerste zinsdeel. Dus dat is goed. Is de persoonsvorm het tweede zinsdeel? Ja. Heb is de persoonsvorm en is het tweede zinsdeel. Na de persoonsvorm komt de tijd. Wanneer? Net. En daarachter het tweede werkwoord. Dus de hoofdzin is correct. Tussen de zinnen staat het voegwoord dat. Dan weten we dat daarachter een bijzin komt. Is in de bijzin het onderwerp het eerste zinsdeel? Nee, vandaag is het eerste zinsdeel. Dus deze zin is niet correct. Ik heb net gehoord dat komt Piet niet naar school vandaag. De hoofdzin is hetzelfde als in de vorige zin. En we hebben al gezien dat die correct was. Het voegwoord was ook correct, dus gaan we direct naar de bijzin. In deze bijzin is de persoonsvorm het eerste zinsdeel. Dat mag niet, want in de bijzin staan alle werkwoorden aan het eind van de zin. Dus deze zin is niet correct. Ik heb net gehoord dat Piet vandaag niet naar school komt. Ook hier is de hoofdzin hetzelfde als in de vorige zin en ook het voegwoord dat. Dus we kunnen direct naar de bijzin. Is het onderwerp het eerste zinsdeel? Piet is het onderwerp. En is het eerste zinsdeel. Dus dat is goed. Staan alle werkwoorden aan het eind van de zin? Er is één werkwoord en dat staat aan het eind van de zin. Dus dat is ook goed. Na het onderwerp komt de tijd. En dat klopt nu de persoonsvorm aan het eind staat. Daarachter staat niet. De plaats van niet wordt in een andere les uitgelegd, maar hij staat hier correct. De plaats is
naar school. En dat staat ook goed. Dus deze zin is correct. Een mes gebruik je om brood te smeren. We kijken eerst weer naar de hoofdzin. In deze zin is het direct object het eerste zinsdeel. Dat mag. Daarachter moet de persoonsvorm en het onderwerp komen. Dat klopt ook. Gebruik is de persoonsvorm en je is het onderwerp. Dan komt het voegwoord om. Komt na om het voorzetsel te plus een infinitief? Er staat wel een infinitief, maar niet het voorzetsel te. Dus deze zin is niet goed. Een mes gebruik je om brood te smeren. De hoofdzin is weer hetzelfde als in de vorige zin en we hebben gezien dat die goed was. Dus we gaan direct naar de bijzin. Het voegwoord is om. Komt daarachter een infinitief met te ervoor? Ja, dus deze zin is correct. Ik weet niet of hij is voor zijn examen geslaagd. De hoofdzin is ik weet niet. Het onderwerp is het eerste zinsdeel, ik. Gevolgd door de persoonsvorm, dus dat is goed. En niet staat ook goed. Dan komt het voegwoord of. Er wordt geen keuze gemaakt, dus dan volgt een bijzin. Is het onderwerp het eerste zinsdeel? Ja, hij is het eerste zinsdeel, dus dat is goed. Staan alle werkwoorden aan het eind van de zin? Nee, is staat na het onderwerp. Deze zin is dus niet correct. Je ziet dus dat het correctie-instrument helpt om eventuele fouten uit de zin te halen. Gebruik het tot je het niet meer nodig hebt. Succes!